Hey Bart Valkenier hier en welkom bij mijn Mega Blender training serie video nummer 16. Dit is een hele belangrijke video en de volgende nummer 17 ook en de volgende nummer 18 ook zeker. Want het zijn een soort van drie bij elkaar waarin ik jou leer werken met edit mode. Want hoe maak je van zo'n blokje zo'n leuke mond? Ha, daarvoor moet je alles weten over werken in edit mode. Want dan zie je de structuur van zo'n 3D model die bestaat uit punten, randen en Vlakken en die kennis heb jij nodig om jouw eigen modellen tot leven te brengen in Blender. Let's go! Breng je tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check mijn site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle Blender-doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou: ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting, plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem daar zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel op geklikt. En laat eens een leuke reactie achter. Yes, eindelijk je eigen objecten maken. Hoehoe! Nou ja, eindelijk je eigen objecten maken. Je zult eerst door deze video N17 en 17 en 18 heen moeten bijten. Nou, valt ermee mee, want ik ga jou een aantal kleine doelopdrachtjes geven. En daarmee leer jij werken in edit mode. En dat heb je nodig om je eigen objecten te kunnen maken in Blender. Nou, oké, okay, beginnen bij het begin. 3D Viewport, al heel veel ingewerkt. En uh, zonder dat je het misschien wist, maar je hebt de hele tijd al in objectmodus gewerkt. Oftewel, uh, nog niet in edit mode. En dat is wat ik jou in deze video ga leren. Want in objectmodus werk je samen met alle objecten uh, samen. Met meerdere objecten tegelijk, zeg maar. En in edit mode kan je maar één object bewerken. Nou, beter laat ik het je zien. Ik heb hier de tekening van Chris en hier vind je al objecten van zijn tekeningen in 3D. Hoe maak je nou je eigen 3D objecten? Hoe zijn die 3D objecten opgebouwd? Ik selecteer even de zon en met numpunt dan. Vlieg ik er eventjes naartoe en dan druk ik eens eventjes uh, hierboven. Vind je hier dat je de 3D viewport hebt, dat is gewoon: dit is, dit is gewoon de 3D viewport, zeg maar. Maar hiernaast vind je een ander minuutje en dan vind je opeens zes mogelijkheden: object mode, edit mode. Sculpt, Vertex, Weight texture. en Texture. Deze onderste vier zijn ook heel erg vet. Maar we gaan veel te ver voor nu en voor deze video. We gaan eerst even focussen op Object Mode en Edit Mode. Want in Object Mode kan je dus uh, meerdere objecten pakken. en uh, zeg maar dingen mee doen. Maar ik ga even weer die zon selecteren. en ik ga switchen naar. Edit mode. En als ik dat doe, dan kan ik dus helemaal geen andere objecten meer selecteren. Eigenlijk alleen iets doen met die zon. En uh, met iets doen met die zon, daarmee uh, bedoel ik dus de vorm, de structuur van die 3D-zon aanpassen. En wat is Hoe bestaat die structuur er eigenlijk uit? Nou, je hebt zeg maar punten en randen en vlakken en die kan je pakken en slepen en op die manier dus jouw 3D object jouw 3D vorm maken en dat doe je dus in de edit modus van de 3D viewport en het switchen tussen object mode en edit mode doe je met tab en had ik echt mooi voorbereid Kijk, ja, met tab kun je dus switchen tussen object en edit mode. Ik laat er even weer blender zien. Kijk, als ik hier op tab druk van mijn toetsenbord, dan zie je zien dat is... Nu zit ik in object mode en nu zit ik in edit. Object, edit, object, edit. En dat is veel makkelijker om te drukken op de tab toets in plaats van helemaal hierboven naar edit mode gaan. Dat is zoveel wel werk. Dus hier heb ik bijvoorbeeld de ufo en druk ik op uh, tab van mijn toetsenbord. En hoppakee, nu kan ik dus de vorm van de ufo bewerken. Dus, switchen tussen object en edit mode is met tap. Alright, alright. Okay. Ja, goed, dit lijstje moet je even over hebben. Uh, vertex Edge Face, Nummer Extrude Loopcut Insert Face Certified and... en pas op. Komt allemaal wel, komt goed. Eerst eens even over vertex, edge en face. Nou, je zag net al die punten, randen en vlakken. En zo moet je het ook zien. Zo'n 3D-object in Blender bestaat uit een heleboel punten. Maar als ik twee punten heb, dan kan ik die verbinden met een edge, oftewel een rand. Maar als ik er dan nog een punt bij zet, dan krijg ik opeens ook een vlak. En drie punten en dat is natuurlijk het minimum aantal wat je nodig hebt om een vlak te maken. Drie punten zijn verbonden met drie. Randen en daarmee krijg ik dus één vlak. Maar goed, je kan ook uh, bijvoorbeeld vier punten. Verbinden samen met vier randen en dus ook weer een vlak vormen. Maar het kan ook met veel meer punten, meer randen en dan samen één vlak. En uiteraard heeft het ook een naam. Dit noem je een tri, Oftewel dus een driehoek met drie punten. Dit noem je een kwad met vier punten. En een polygon is dus een vlak die bestaat uit veel meer punten en randen. Even alvast goed om te onthouden. Een tri, een kwad en een polygon. En dat je dus punten, randen en vlakken kan combineren tot een 3D-object. Perfect. En dan moeten we ook even hebben over nummer 1, 2 en 3. Want wat zijn dat voor nummers? 1, eh, daarmee kun je dus die punten, de vertexen selecteren. Nummer 2, daar kun je de edges mee selecteren, de randen. En nummer 3 kun je de vlakken, de faces selecteren. Beter laat ik het even zien. En dit is ook de Blender Do-opdracht die bij deze video hoort. Nou, bij deze, die hoort ook bij video nummer 17 en ook bij nummer 18. 16, 17, 18, dus, dus zeg maar 1 Blender Do-opdracht voor deze. Drie video's in hieronder vind je dus uh, alle doelopdrachten die bij de video's horen dan kom ik zo om eerst even kijken naar die haai en die nummertjes 1 2 en 3 um, ik breng die haai even een beetje zo in beeld La, hallo hi Heel flauw. En ik druk op Tap. En als je op Tap drukt, dan ga je dus in Edit modus. Nou, wat je dan ziet zijn die punten, randen en vlakken waaruit deze haai is opgebouwd. En wat ook opvalt, is dat ze voornamelijk bestaan uit driehoekjes, oftewel die tris. En dat heeft te maken met wij gaan voor die loop. Poly look en poly is ook een beetje een ander woord voor punt. Low is weinig, dus weinig punten en verbonden met driehoekjes, dan krijg je de beetje typische stijl die wij aanhouden: een low poly. Daar heb ik eerder over gehad in voorgaande video's. Maar goed, je ziet dus hier de structuur, de 3D-structuur van deze high door in edit mode te gaan. Nou. Hierboven vind je drie hele belangrijke knopjes. Kijk, dit is gewoon 3D Viewport. We zitten dus in Edit Mode. En hier vind je drie knopjes. Uh, de knopje voor uh, Vertex Select. Edge select en face select. Dus punt, rand en vlak. En als je op die knopjes drukt, dan zul je zien. Ik zal even een beetje zo goed in beeld brengen. Kijk, als ik hierop druk, dan kan ik dus werken met de punten. Als ik hierop druk, dan gaan de punten weg, lijkt het. Maar dan kan je dus specifiek werken met de randen. Als ik hierop druk, dan kun je dus specifiek werken met de vlakken. Dus hier kan ik dus punten selecteren. Hiermee kan ik dus randen selecteren. Hier kan ik dus vlakken mee selecteren. Maar uiteraard. Er staat natuurlijk gewoon een toets voor, zoals oh, bijna alles in Blender. En dat is de 1, 2 en de 3. Maar let op, niet je numerieke 1, 2 en 3. Want dat is natuurlijk voor een bepaalde aanzicht. Uh, front, rechts en uh, boven. En uh, 2 is een beetje opzij. Nou, in ieder geval niet de numerieke toetsen. Maar de gewone 1, 2 en 3. Boven de, de Q, de W en E. Oftewel uh, bij een QWERTY toetsenbord zit het daar boven de gewone 1, 2 en 3. Je snapt wel wat ik bedoel. Als ik op 1 druk, zit ik dus in vertex select. Druk ik op 2. Dan zit ik dus in Edge select en druk ik op 3, die moet ik hebben. Dan zit ik dus in V select. Dus met um, 1, 2 en 3 kun je dus heel makkelijk schakelen tussen of je de, met de punten wil werken, of met de randen, of met de vlakken. 1, 2 en 3, dames en heren, heel belangrijk om te onthouden als je aan het werken bent met. Edit mode. Je kan druk ook gewoon met je muis erheen, maar dan ben je dus veel langer onderweg. Beter leer jij die combi's. Goed, en dan eens eventjes naar kijken naar die doelopdrachten. En die hebben alles te maken met dit lijstje: Extrude, Loopcut, Inset Face, Subdivide en pas op. Uiteraard heb je nu geen idee wat ik daarmee bedoel, maar beter gaan we naar Blender en laat ik het je zien. En doe jij met me mee. Alright, tijd voor de doelopdrachten. Ik heb ze bij elkaar gezet in één blendbestand die je dus kan downloaden van mijn website. Die van 16, 17 en 18 en moet je kijken. Ik heb ook echt mijn best gedaan om. Alles een logische naam te geven en netjes op te ruimen in de collecties van de Outliner. Oké, okay, doe met me mee. Wat je kan doen is hier bij 16 klikken en druk je op rechter muisknop. En dan krijg je hier een menu. En dan klik je hier op Select Objects. En als je dat doet, dan zal je dus alle objecten wat staat in 16 ook selecteren. En dan gaan we naar Numpad Slash, oftewel naar Local View. En dan is de rest niet weg, maar bekijken we alleen alles van uh, deze uh, wat bij deze video doelopdrachten hoort bij elkaar. Uh, 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 en geen last van de rest. Allright, we gaan naar de allereerste kijken. Wat is het idee? Elke keer vind je hier het blokje, het voorbeeld. En dit blokje ga je namaken. En uh, het zijn echt hele kleine doelopdrachtjes, zo gepiept. We gaan eens eventjes kijken naar nummertje 1. We gaan uh, tap drukken, want dan gaan we in de tab van... Dit heeft in ieder geval de edit modus van deze kubus. En zoals je ziet, zie ik, zit ik hier nog steeds in face select mode. En dat is niet de bedoeling, want wij moeten aan de slag met vertex. Dus dan klik ik hierop en dan zie je dat het blokje uh, de vertexen zichtbaar worden. En het kan dus ook gewoon door op te drukken van je toetsenbord. We pakken deze vertex en als ik die met uh, g kan ik die oppakken en voilà, dan kan je op die manier dus deze vertex een andere plek geven en op die manier krijgt hij dus ook een andere vorm. Nou, deze vertex gaan we een beetje naar beneden slepen en doe ik met gz kun je dat doen. g en dan z en dan gaat hij naar beneden en dan pak ik deze eventjes op en weer met gz doe ik deze een beetje naar boven en hoppakee, okay, doelopdracht 1 is klaar. Doelopdracht nummer 2. Ik ga eventjes uit uh, Edit Mode door op Tab te drukken. En dan selecteer ik het volgende blokje. En dan druk ik weer op Tab om naar de Edit Mode van het volgende blokje te gaan. En we gaan aan de slag met Edge. Dus dan druk ik op 2 van mijn toetsenbord. En daarmee kom ik in Edge Select Modus zoals je hier dus ziet. En wat moeten we hier doen? Eens even kijken. We gaan die Edge een beetje opschrijven. Welke Edge? We gaan deze Edge opschrijven. Opschuiven. Dus gewoon selecteren door links klik en dan pak ik weer uh, G en dan ga ik hem over uh, de I-as opschuiven. Dus G en dan via de I-as schuif ik hem een klein beetje op en hoppakee, ik heb de vorm veranderd door de Edge een klein beetje te schuiven. Doen we naar de volgende? We gaan we eens even kijken of we deze kubus ook een beetje meer piramidig kunnen maken? Ik selecteer het blok, ik ga naar Tab en dan ga ik naar Edit Mode. En zoals je ziet zitten we nog in. Edge select. Maar we moeten naar V-select. En dat doe je met 3 van je toetsenbord. Klik je hier of gewoon 3 van je toetsenbord. Dus wat jij maar fijn vindt. En eens even kijken. En daarmee kunnen we met linksklik het bovenste vlak selecteren. En die gaan we eens eventjes kleiner maken. En kleiner maken doe je met S. En doe je met schalen. En met S doe ik gewoon schadelijk. Kijk, dan zit hij gewoon vast aan mijn muis. Net zoals wat je wel ondertussen gewend bent, denk ik. Met een linksklik kan ik dat dus bevestigen. En hoppakee, ik heb er een soort van piramide van gemaakt. door het bovenste vlak wat kleiner te maken. De eerste drie doelopdrachtjes zitten er alweer op. En dan de volgende vijf. hebben alles te maken met uh, dit lijstje wat we nog voor ons hebben liggen. En de eerste is extrude. En extrude is iets heel belangrijk principe. Allright, ik laat het je zien en doe mij zo vooral na. Ik klik op het paarse blok en ik ga weer op tab om in edit mode te gaan. En dan wil ik hem gaan extruden. En dat betekent eigenlijk dit vlak oppakken en zorgen dat er rondom ook weer vlakken en lijnen en punten zo uh, ontstaan. Nou, beter laat ik je te zien. Extrude, dames en heren, doe je met de E-toets. Ik heb het bovenste vlak geselecteerd en ik uh, druk op E. En dan kan ik dit vlak opeens oppakken. En die zit dan ook vast aan mijn muis. En dan kan ik hier de nieuwe positie bevestigen met een linksklik. En je ziet dat er dan rondom ook weer vlakken zijn ontstaan. Ik heb hem als het ware uitgetrokken. Maar wat is de doelopdracht? Extrude, check gedaan. Maar pak en draai in tikkie. Nou, dat kunnen we doen. En draai doe je met R. En met dubbel R zelfs kan ook. Dubbel R. En dan zit hij zo vast aan mijn muis. En dan kan ik weer met een linksklik dat bevestigen. En hoppakee, dan heb ik hem een beetje gedraaid. Nou, niet helemaal precies als het voorbeeld, maar het maakt niet uit. Oké, okay? dus misschien nog heel snel laten zien. Um, ik heb hier het blok. Ga ik in tab in edit mode. Ik pak het bovenste vlak op. Ik zit dus drie in. Uh, ik zit nu in face select mode, overigens. Maar dat had je denk ik wel door. En met de E-toets kan je dat dus extruden. extruden. En met linksklik kan ik dat bevestigen. En wat ik dan deed met dubbel R, ging hem een klein beetje draaien. Dus doe dat na. En dan heb jij voor het Eerst iets geëxtrude. En zeker als je aan gang gaat met maken van modellen, zul je dat nog heel vaak doen. En de volgende is een loop cut Oftewel, een, je gaat je blokken door midden knippen, eigenlijk. Nou beter, laat ik je het maar weer even zien. We gaan eens even het voorbeeld proberen na te maken. En daarvoor heb je de toetsenbordcombinatie nodig: Ctrl-R. En ik zit trouwens nu in Face Select, maar ik, ik zit nu in Vertex modus. Je kan ook in Edge of in Face, maakt niet zo heel veel uit. Anyways, uh, Ctrl-R. Als ik dat doe, dan krijg ik opeens zo'n hier, zo'n geel lijntje. En als ik dan uh, links klik, dan bevestig ik dat van ja, ik wil hem hier knippen. Maar je kan hem nog steeds een beetje op een, voor een andere plek kiezen. En daarom moet je dus nog een keer links klikken en daarmee bevestig je de plek. En dan heb ik dus een extra rand. Nou, eigenlijk vier extra punten, vier randen en dan komen ook... Vier Vier vlakken bij. Je snapt het idee. Het is door midden geknipt. En die rand is nu nog geselecteerd. En dan kan ik met S dus zorgen dat ik die een beetje groter maak. En hoppakee, ik heb de vorm nagemaakt. Hoehoe, klaar zou je denken? Jazeker, deze doelopdracht is klaar voor deze dan. Er moeten nog meer. Maar wat ik nog even wil laten zien is het volgende. Dus ik doe even Ctrl Z. En doe ik hier weer Ctrl-R. Zo ga ik hier weer die loopcut maken. Maar als ik dan mijn uh, draai aan mijn scrollwiel. Dan kan ik nog meer loopcuts maken. Draai, draai, draai. En dan kan ik hem dus heel erg vaak door midden knippen. Maar ik doe hem eventjes uh, misschien uh, zoiets of zo. En dan doe ik met links klik. En dan zit hij dus uh, deze, zit hij vast aan mijn muis. Kan ik weer een andere positie kiezen en klik. Hoppakee. Op die manier kan je dus een uh, object ja, door midden knippen eigenlijk. En een uh, knippen is van gat En loop. Waarom is het een loop? Omdat hij er zeg maar omheen. Overal omheen. Uh, door midden knipt. Maar goed, die was niet helemaal het voorbeeld. Wat was uh, wat ging we ook weer doen? Um, v select. Con nee, niet shift. control r Hoppakee, loop cut en kan je ah, trouwens, als je wegklikt zo, en dan heb ik hem opeens niet meer geselecteerd. Dan kun je dus zeg maar deze loop. Uh, ga ik naar edge select met uh, twee. ga ik even edge select en met shift klik, uh, shift links klik, kan je dus Edges selecteren. Hou shift ingedrukt, links klik en shift links klik. En dan heb ik ze alle vier geselecteerd. En dan kan je ze dus weer uh, schalen. Maar wat ook kan, wat eigenlijk veel sneller is, is dat je alt ingedrukt houdt bij het klikken erop. Dus alt links klik op een edge. Hoppakee. Dan selecteert hij dus de hele loop in één keer. Dan kan je hem weer schalen en een beetje groter maken met S. En voilà, Het voorbeeld is weer zoals het zou moeten zijn. Op naar inset. Ja, want inzet is ook echt zoiets wat je beter kan zien voordat je echt weet wat het is. Allright, uh, we gaan even naar het rode blokje. Dan we gaan we tap en edit mode. En dan gaan we met 3 naar select En dan pak ik even dit bovenste face. Die heb ik nu geselecteerd en druk ik op de I van mijn toetsenbord. Want met I maak je een inzet en andere woorden. Ik maak een vlak in een vlak. Zie je wel? Kijk, dit zijn nu, ontstaan nu ook nieuwe vlakken hieromheen. En hier heb je hier in het midden een, een nieuwe vlak. En die kan ik zo omhoog trekken of naar beneden of een beetje zo erin doen. Je snapt het idee. Maar als je dat combineert met bijvoorbeeld Extrude... Voilà, dan heb ik dus en een inzet gemaakt en gecombineerd met Extrude. En dan lijkt het op het uh, voorbeeld. Haha, dat is een beetje een doordenkje. Hier staat niet bij inzet en Extrude. Maar dan moet je even goed de video bekijken of zelf bedenken. All right, ik laat het nog een keer zien. Um, we pakken even deze face en nog een keertje met I. Met I. I, gewoon I. Hm. Maak ik een inzet en met de Ga ik deze extruden. En op die manier kun jij dat dus uh, maken. Oh, is zit nog een heel kleintje hierachter. Nou, ook noemen we die ook nog. De i voor inzet maken we een beetje kleiner. En met de e kan ik dat dus extruden. Hoppakee. De inzet functie Functionaliteit wordt ook veel gebruikt. En de volgende is Subdivide. Ook heel veel gebruikt. Subdivide, Subdivide. En die vind je hier. Nou ja, wat vind je hier? Twee gele blokjes. Maar wat is het verschil? Nou, als ik het achterste blokje. Ik zit natuurlijk nog in object modus. Dus er valt niet zoveel te zien over hoe die vorm is opgebouwd. Maar als je op dat drukt, dan zie je het wel. Dat die is opgebouwd uit een heleboel punten, lijnen en vlakken. De punten, de lijnen en de vlakken. Moet je kijken, hoe krijg je dat snel voor elkaar? Als je dat wil doen met Ctrl-R natuurlijk, zoals met die loopcut. dat kan. Maar er is een snellere methode voor. Ik ga hier deze blok pakken en ik druk op Tab. Die bestaat gewoon uit 4, 8 8 punten. Nee, je snapt het wel. Um, subdivide doe je door eventjes alles te selecteren. en Dan doe je met de A-toets, net zoals alle objecten in één keer selecteren, kan je ook alle punten, lijnen en vlakken in één keer selecteren met de toets En als ik dan op de rechter muisknop klik, dan krijg ik hier een Vertex context menu. Een heel erg uh, heleboel. Niet van schrikken. <laughs> Komt allemaal wel een keertje. Of, of niet. Of in ieder geval het belangrijkste. Anyways, hier staat boven Subdivide. En als ik dat doe, dan hakt hij alles één keertje door uh, de midden. Maar hieronder krijg je zo'n tijdelijk menuutje van het Subdivide menu. En het is er alleen maar. Tijdelijk, en als ik weer iets anders doe, dan gaat het minuutje weg. Maar wat je hier kan doen, is het number of cuts. Dan kun je dus het aanklikken hoeveel keer die dat moet doen. En dat kan je dus echt heel vaak doen. Maar pas op, als jij denkt: Oh, ik ga dit lekker duizend keer doen. Dan krijg je dus heel veel punten, lijnen en vlakken. en dan heb je kans dat Blender crest en vast loopt. Want dan kan hij dat allemaal niet meer aanbreken en weergeven en zo. Dus pas daar een beetje mee op. Maar tien keer moet die zeker nog wel lukken. En dan zie je dus dat je deze kubus hebt opgedeeld uit een heleboel punten, lijnen en uh, vlakken. Ja, Zelfs nog meer dan het voorbeeld. Maar rechte, rechte muisknop, alles selecteren dus. rechtermuisknop muisknop en dan op Subdivide. Daarmee kun je dus een blok doormidden uh, uh, kutten. <laughs> en waarom dat handig is, dat ga je vooral meemaken als jij je eigen objecten gaat maken. Maar weet dat het bestaat. En dan de laatste. Pas op. Eeuw, eeuw, eeuw. Warning, warning, warning. Pas op, pas op. Waar moet je oppassen? Nou, pas op dat er nooit geometry, oftewel punten. Randen en vlakken, sorry, ik moet even nadenken. Nooit bovenop elkaar op exact dezelfde 3D-locatie zich bevinden. Dat levert problemen op. Want hier is de iets mis met dit blok. Er staat op: pas op, pas op, de bovenkant. Wat is er dan met die bovenkant? Dat zie je natuurlijk pas als je in Edit Mode gaat. En dan nog zie je het nog niet eens. Uh, we gaan even naar Face Select, dus met 3. En dan selecteer ik dit uh, bovenste vlak. En dan pak ik het eventjes op. En dan zie je: hé. Hey, Wacht even, er zit gewoon een vlak op een vlak. En dat is slechte boel. Kijk, en met links klik kan ik deze nieuwe positie natuurlijk bevestigen. En ik, of met, als ik hem pak en dan met rechts klik, doe ik hem weer op terug naar de oorspronkelijke positie. En je zou denken. Ja, wat is nou eigenlijk het probleem? Is er eigenlijk een probleem? Ja, er is eigenlijk wel een probleem. Want het is nooit een uh, goede zaak als punten precies op dezelfde uh, locatie zich bevinden. En nu zie je niet echt het probleem, maar het is er wel. Want dan als je de boel uh, zeker met complexe materialen gaat shaden. En shaden betekent dus materialen geven, dan uh, levert dat wel degelijk probleem op. En het voorbeeld, dames en heren, heeft dus ook uh, dit vlak. En die kan je dus ook uh, makkelijk weghalen. Dus ik heb hier het vlak. En die heb ik nu geselecteerd. En dan kan ik die met x. Als ik op x druk, dan kan ik hier zeggen delete vertices. Hoppatee. en dan haalt hij die vertices weg. Maar oh jee, oh jee. Nu is alles helemaal weg. En heb je dus een, een, geen kubus meer, maar een, een, een lege doos. Hoe kun je dat fixen? Aha, je voelt hem aankomen. Dat vind je terug. Dat ga ik je leren in de volgende video. Video nummer 17, Edit Mode, deel nummer 2. Dan gaan we eens even kijken naar een paar andere voorbeeldjes over weghalen en piksen van gaten en zo. Ik zie je daar, maak iets.